Hey, goedemorgen allemaal op deze heugelijke dag. De klok bij het nog, want vandaag is onze koning 50 jaar geworden. Voorwaar een mooie leeftijd. En ik heb begrepen dat hij gisteren een door velen zeer gewaardeerd interview op tv heeft gegeven. En dan vragen we alle even te gaan staan. Wat is er gebeurd? Oh, ik heb een klein ongelukje gehad met skiën en mijn knie doet het even niet. Hoe lang gaat het duren? Ja, dat willen artsen nooit zeggen. Heeft u zelf geen idee? Nee, dat ik denk nog wel een paar maanden. U heeft de toespraak van de koning gisteren niet zelf kunnen horen, begrijp ik. Ik was bezig met andere verplichtingen, dus ik heb het helaas gemist. Maar ik ga het nog wel terugkijken. Kan gebeuren, het is absoluut de moeite waard. Ja, ik begreep het. De internet stroomde vol met positieve berichten, zag ik. Dus ik ben blij om, dat is heel goed. Het is goed dat mensen zien hoe hij als persoon is en dat hij zijn eigen inkleuring kan geven aan het koningschap. Daar ben ik heel blij mee. Dag mevrouw. Goedemorgen. Mag ik u wat vragen? Ja hoor. U ziet er zo heel kouwelijk bij. Zat u hier al vroeg vanochtend? 5 uur was ik hier. U was een van die mensen die hier om 5 uur was. Waarom bent u zo vroeg hier komen zitten? Ja, het begon om 5 uur, dus ik ben hier gewoon gaan zitten om 5 uur. Heeft u wel een hele goede plek, hè? Hoe gaat het met de verkoop? Super. Heel veel succes. Dankjewel. Wat wilt u vragen? Nou, die schilderijen die hier staan, die zijn prachtig. Kunt u daar iets van vertellen? Zeker. Er zit een hele mooie herinnering aan, want wij hebben heel lang die man verzorgd. En die heeft ongeveer 200 van zulke schilderijen gemaakt. En nu wordt het wel een keer tijd om ze te gaan verkopen. Ja. En, is die meneer overleden? Ik heb hem gekend. Nee, hij is wel best wel oud al, een bejaardentehuis. Maar dit is nog maar een hele kleine selectie van al zijn werk. Ja. Het is heel mooi. Wat moet zo'n schilderij gaan kosten? Gemiddeld 10 euro, 25 euro. Kleintjes zijn wat goedkoper. Ja. Nou, er zal er best animo voor zijn. Dat denk ik ook. Ik hoop hoor. Ja, dit jaar waren wij hier om 4 uur. Om 4 uur? 4 uur, een half uur eerder dan vorig jaar. De burgemeester vroeg wie er voor 5 uur geweest was. En toen, u kon natuurlijk niet reageren. Nee, ik kon niet reageren. En wij staan elke keer eigenlijk op deze plek. Dus dan moet je toch een beetje vroeg je bed uit. Waarom gaat de voorkeur voor u naar deze plek uit? Het is hier toch wel een leuk doorloop, zeg maar. Klein afdakje voor de mocht het gaan regenen. En ja, op een gegeven moment, we zeggen ook, we hebben vaste klanten onderhand hier. Hè? Dus we willen toch naar deze plek terug. Ja. Is het ieder jaar een succes? Ja, vind ik wel. Ja. Sowieso de voorpret voor onszelf dan. Hè? Dus ik heb 2 kinderen die ze mee. Die bedenken hier wat creatieve spelletjes. Chocomel en envelop trekken, dat soort dingen. Dus wij hebben al helemaal lol van tevoren, zeg maar. Dus het liefst zouden we al om 3 uur hier willen gaan staan, zeg maar. Dus deze dag is nu al geslaagd? Is nu al geslaagd, sowieso. En eigenlijk altijd raak ik een hoop spullen kwijt. Kan niet anders zeggen. Dus daarom blijven we elke keer. Ik kom al jaren hier. Jaren, ja. Succes. Dankjewel. Hebben jullie al wat verkocht? Wel wat dingetjes, maar niet heel veel nog. Ik realiseer me dat mijn stalzolder vol staat met dit soort spullen. Uw stal? Mijn stalzolder. Uw stalzolder? Ja. Waarom zit u hier dan niet? Ja, nou, dat was dus het idee. Dat ik denk misschien volgend jaar of zo. Grote opruiming. Ja, hartstikke leuk. Lekker schreeuwen over de markt heen. Geld verdienen. En dat is altijd leuk. Ja, duurt al een jaar, hè? Nee, dit is het eerste jaar dat ik hier sta. Oh, jij staat zelf met een met rommel die je moet verkopen. Ja, ja, het is rommelmarkt. Ja. Wat verkoop je? Nou, dat is niet mijn kraam. Ik sta helemaal daar zo.
Oh, waarom sta je dan niet bij je spullen? Nou, omdat mijn moeder, omdat ik ook werk met mijn moeder. En mijn moeder mag dat even overnemen. Oh, jouw moeder is in dienst bij jou? Ja. Vandaag? Ik verwacht een hele zonnige dag. En het weer moet je nooit naar kijken, want als er wat valt, valt het naast je. Dus daar heb je er geen last van. En we maken er een hele mooie Koningsdag van en we gaan voor jullie allemaal lekkere dingen klaarmaken. Broodje, hamburger. Dag mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja hoor, tuurlijk. U staat hier met, wat voor spullen zijn dit eigenlijk? Ja, eigenlijk van alles en nog wat. Een beetje brokante, landelijk, een beetje stoer. Staat u hier jaarlijks? Ik sta hier jaarlijks, ja inderdaad. Ja. Misschien wel 20 jaar al. Zit u ook in die handel? Nee hoor, doe gewoon voor mezelf wat. 2 keer per jaar thuis en dan Koningsdag, Koninginnedag altijd hier in Bodegraven. Dus u koopt wel en u verkoopt weer? Ja, inderdaad. Ik heb een gat in mijn hand. Ik koop en ik verkoop. Ik zie daar een prachtig strandstoeltje staan. Hoe komt u eraan? Gekregen. Gekregen? En u heeft de tijd... Voor de kinderkamer, maar de jongste is nou 5 en de hond lag erin. En ik heb ruimte tekort, dus met pijn in mijn hart, maar dan hij gaat weg, hoop ik. Nou, laten we hopen dat hij het opbrengt. Ja, dat denk ik ook. En anders, ik ben met alles blij. En wat zien we nog meer voor andere spullen hier allemaal? Ik zie kleding, heel veel trouwens. Dat is allemaal voor mij. En de meeste spullen heb ik van mijn moeder en dat wil ik heel graag verkopen. Die schoenen zijn toch niet van jou? Nee, die zijn van mijn moeder. Oh ja, nee, dan begrijp ik het. Ik heb pennies. Ik heb pennies, die liggen daar al ergens. Paardenboekjes. Paardenboekjes. En allemaal schoenen. En die spaar ik, maar die heb ik allemaal heel vaak gelezen, dus daarom doe ik ze weg. Ja, en je wil ze niet bewaren dus? Nee. Ja, van de Oranje Vereniging Nieuwebrug. Ja. Van Oranje Vereniging Nieuwebrug. Ja. Hoe ziet het programma vandaag eruit? Nou, we hebben net de opening gehad om 9 uur van de Vrijmarkt. We hebben om 10 uur hebben we een goochelaar. Die komt hier optreden. En de Vrijmarkt is hier tot 1 uur. En verder hebben wij niet echt een... Oh ja, en om 11:30, laat ik dat niet vergeten vooral. De opening van de Jeu de Boelbaan. Je staat hier met zo'n mooie kroon op. Waarom is dat? Omdat ik die was van mama. Die had ze hier vannacht gewonnen. En weet je wat voor feest het vandaag is? Ja. Vertel eens. De koningin is jarig. Wie is jarig? De koningin. De koning toch? Oh ja. Ja. Ik ben aan het haken. U bent aan het haken. Wordt er tegenwoordig nog gedaan? Jawel, ik wel. Haken en breien. Haken en breien. Bent u lid van een haken- en breivereniging? Helemaal niet. Ik doe het allemaal zelf thuis. Maar u bent nogal productief, zie ik hier. Ja, ik ben kussens, omslagdoeken, sokken, mutsen, olifantjes. Ik maak alles. En verkoopt u het maar 1 keer per jaar? Nee hoor, nou ja, soms wel. Dan ga ik wel eens naar een rommelmarkt. Dus of ze komen aan de deur van wil je dat even voor me maken? Dus dan doen we dat even. En u hoopt natuurlijk altijd op een hele strenge winter. Ja, ook dat. Maakt u ook oorwarmers? Nou, dat kan ook. Dat kan ook, ja. Op bestelling? Ja hoor. Ja hoor, ik maak alles. Komt hij hier jaarlijks? Bijna jaarlijks. Hoe is dit jaar ten opzichte van vorig jaar? Dat weet ik niet, van vorig jaar ben ik niet geweest. Oh. Maar ten opzichte van vorige jaren vroeger? Een stuk rustiger, maar ik ben ook een stuk vroeger. Dus ja, meestal ben ik er rond 10:50 en dan is het een stuk gezelliger. Altijd. U gaat niet naar Bodegraven? Of naar Woerden? Nee, niet meer. Nee. Waarom niet? Het is allemaal wel erg massaal. En ja, weet je, toch een beetje dorpsgevoel, hè? Toch lekker rustig hier, hè? Het dorpsgevoel. Heel veel plezier. Dank u wel. We zien dat een aantal mensen hier gekomen is om gezamenlijk te kijken naar het gebeuren op de tv. Wie heeft dit georganiseerd? De mensen van het Huis van Alles van Reewijk Dorp. Dus dat is de programmaraad, maar ook een tiental vrijwilligers die dit op touw gezet hebben. Of in ieder geval georganiseerd hebben. En het is nog stil, maar we wachten om 10 uur echt een grote kinderschaar hier. Die hun rijtuigen, alles wat beweegt en draait en rolt, dat mag hier versierd worden. Daar helpen wij mee. En we gaan straks met muziek door het dorp heen naar het feestgebeuren voor Amicitia.
staat op dit moment een beetje werkeloos hier. U bent de verkoper van al deze spullen die hier staan? Ja, meneer. Ja, van de Ark, ja. U bent van de Ark? Ja, ik ben van de Ark, ja. U heeft dit georganiseerd ook, althans, de Ark? Oh, ja, ik doe alleen de verkoop en nog veel meer. Maar ja, er zitten zoveel mensen in. Ja, gelukkig vrijwilligers. En dat is heel mooi. En die boeken, hoe komt u eraan? Nou, dat wordt een hoop geschonken door de mensen. En dan, wordt het verkocht, want het is voor de Ark op te knappen. En dat is een goed doel, vind ik. Alleen op dit moment is er nog niet zoveel belangstelling voor. Nou, dat valt wel mee hoor. Want we hebben de vorige keer ook een verkoop gehad en dat hebben we een hele hoop opgeleverd. Dus, nou, dan hopen we dat vandaag ook weer lukt. Ik zit er niet over in. Ja, u staat op punt te vertrekken. U heeft die koffie gedronken, begrijp ik. Ja. En heeft u nog wat gekocht hier? Nee, ik ga mooi op mijn griet kopen. Jullie staan hier poffertjes te bakken? Ja, dat klopt. Nou, ik maak geen poffertjes, ik heb de koekjes. Jij hebt de koekjes. Heb je die koekjes zelf gebakken? Ja, en dat is voor een speciaal doel, want ik wil in 6 maanden de Atlantische Oceaan over gaan varen. Met een heel groot schip. En daar heb ik geld voor nodig en daar ben ik nu koekjes voor aan maken. En je hebt gewoon school op het schip en dan ga je op excursies. Ook wou zeggen, je gaat toch niet alleen op het grote schip, de Atlantische Oceaan, zoals het zeilmeisje? Nee, met andere kinderen is het inderdaad. Hoe oud ben je? Ik ben 15. En wanneer gaat dat gebeuren? Ik ben van plan deze oktober weg te gaan, ja. En kun je dan gewoon van school verzuimen? Ja, nou je hebt dus school op het schip, dus het mag van school. Daarom ga ik het doen. Hoeveel moet je opbrengen hier? Dit moet ongeveer €250 opbrengen. Maar dat is niet alles voor het schip natuurlijk. Dat is €22.000. Doe maar. Nou, dat lukt vandaag dus niet. Nee, dat klopt. Maar met veel van dit soort acties probeer ik het bij elkaar te krijgen. Heel veel succes. Dank. Ik zie u zo vriendelijk lachen. Ja. Heeft wel veel verkocht? Ja, we hebben best wel wat verkocht. Maar er moet nog veel meer weg, hoor. Ja? Het loopt niet zo geweldig, begrijp ik? Nee, wel. Het gaat goed. Toch wel? Tot hoe lang duurt dit? Geen idee. Tot... Als we een uur niks meer verkocht hebben, gaan we naar huis. En als het heel hard gaat regenen, denk ik, hè? We hebben nog wel een plasticje hier, dus dat komt goed. Wordt dan zelf stil. Mag ik jou wat vragen? Ja. Wat word jij? Tijger. Tijger? Ik ben hartstikke bang voor tijgers. Ja. Waarom wil jij een tijger worden? Het begin eerder vraag. Heeft u wel eens meer een tijger geschminkt? Ja, zeker. Althans, u schminkt geen tijger, maar u schminkt tot tijger. Ja, klopt. Kunt u ook andere beesten? Ik kan heel veel beesten tekenen. Er liggen genoeg boeken, dus ze kunnen van alles uitkiezen. Was. Jongen, ben je toch gekomen? Ik heb je vorige week ook nog gezien, volgens mij met de Polonaise in het gebouw van Kopenhagen. Ja, ik wist daar niks meer van. Echt niet? Nou, de Polonaise keer ook nog even. Echt? Nee. Zou je iemand een nieuw maken? Ja, nee, hartstikke goed. Maar noem maar Laura. Vindt het ook goed? Helemaal goed. Oké. Okay. Kijk eens. Is dat een echte? U ziet, zo gaat dat in het dorp. Je bent ergens mee bezig en voordat je het weet kan je gewoon naar huis. Maar het is wel echte wijn, hè?
En zo hoort het ook, hè? Je moet jezelf overbodig weten te maken. Hey, proost. Dat gaan we doen. De financiën, sponsors, reuze dank dat dit lukt. Dat dit allemaal mogelijk is in Nieuwebrug. Maar Nieuwebrug is gewoon ook bijzonder. Dat vinden we allemaal, toch? En hoe ik ook welkom geheten word door... Monsieur Paul. Monsieur Eve. Ik ga zo meteen een slok nemen, want de rode wijn vind ik heerlijk. Dat wist Monsieur Eve, denk ik. Ik wens jullie heel veel plezier, heel veel succes. En ik ben trots op dit huis van alles, die dit gewoon regelt met z'n allen. Kleine balletje. Zes. Ik kan niet gooien. Dat is ver. Ja, dat moet zo, hè? Zo dicht mogelijk. Ja, zo omhoog. Ja. Jongens, hou dekking. Zit op baan 2 nou. Bijna. Ik ben gekregen. Ja, zie je, dat komt niet door. Yes. Leuke spel met die skis, hoe ging dat? Ja, goed. Nou, op een gegeven moment met de skis ging het een beetje fout. Want met links-rechts deden we om de beurt de verkeerde voet. Maar met de step ging het voor de rest wel goed. Ook al was het stuur een beetje zwaar, ging ik op een gegeven moment naar rechts in plaats van naar links. Maar voor de rest was het wel leuk. Ja. En jullie zitten hier ook op school of niet? Nee, ik zit op het Kalspeek, maar hun zitten wel hier al. Ik niet. Oh. Ja? Wat voor spellen hebben jullie al meer gedaan vandaag? Vandaag niet. De spelletjes, gewoon de kleine spelletjes. En gisteren was er levend tafelvoetbal, gisteravond. Okay. Met pannenkoek eten. Ja. En dat was wel van de school? Was er in de school? Nee, ook van de Oranje Vereniging. Ja. Je hebt 2 dagen feest gehad? Ja, eigenlijk wel. En hoe vond jij het? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja? En waar was je goed in? Kon je dan goed graven in die ton of zo? Ja, dat ging wel goed. Wel, kom op. Okay. Hey, wat gaan jullie kopen? Dat weet ik nog niet. Wat vind je lekker? Wijs maar aan dan. Wijs het maar aan. Deze. Oh ja. Je vindt alles lekker eigenlijk? Ja. Ja, hallo Arjan, jullie zijn hier de hele dag al in Waarder met spelletjes bezig, denk ik. Wat hebben jullie allemaal al gedaan? We starten altijd de avond voor Koningsdag met een spel, met name voor de jongeren. En gisteravond hebben we een opblaasbaar voetbalspel gehad. Hebben we heel veel teams aan meegedaan. We zijn begonnen met de jeugd, tot 14 jaar, aansluitend de volwassenen. En de avond feestelijk afgesloten hier in de tent. Vanmorgen waren we er al vroeg bij. We zijn eerst een optocht voor de...
jongere kinderen van de basisschool. Met bijbehorende prijzen. Daarna hebben we de Aubade, dus de koningsliederen, zeg maar. Koffie, oranje gebak, alles erop en eraan. En tegelijkertijd starten we met de kinderspelletjes. Dat doen we allemaal zo'n beetje hier op de locatie. Allemaal lekker ja, dicht bij elkaar, zeg maar. De tent zorgt ook voor een hoop gezelligheid daarbij. En nu hebben we inderdaad de estafette, zoals je kunt zien. De springkussen staat heel de dag op, dus de kinderen die vermaken zich daar wel. En vanavond hebben we nog een optocht voor de volwassenen. Vanochtend hadden we dus voor de kinderen, vanavond voor de volwassenen. En afsluitend vuurwerk. We mogen alleen maar water drinken, dus Ramon, sorry, je biert die maar even aan de kant zetten. Dat zijn de reglementen die je net voor getekend, dus ja, het zijn er lekker van die anderen. Ja, en Mike, Afiel, jouw biertje moet ook weg. Ja, misschien hebben we moeten lezen. Ja, ja. Ik heb een reglement ook niet gemaakt. Jullie krijgen zometeen 5 frikadellen voor je neus. We gaan een half uurtje frikadellen eten. Er mogen geen sausjes of dingetjes bij gedaan worden. Alleen even dopen in water, want dat lijkt me heerlijk. Frikadel met water, dat is misschien een nieuw idee. Frikadel met water. Ja jongens, kom wel mee, ik zou zeggen, jongens, misschien rustig gaan, we hebben een half uur de tijd. Een half uur mag je frikadel eten. Tijdens het eten, als je gaat kotsen, is het over en uit. Dan mag je zelf je eigen kleren zo opruimen. Maar, 4, 3, 2, 1. Jongens, ik zou zeggen, eet smakelijk. Dus tijdens het eten mag er... Oh, en het belangrijkste is... Snak maar de koning is niet aansprakelijkheid voor jullie gezondheid. Het zijn frikadellen die allemaal over de datum waren, dus dat is ook geen probleem. Dus. Geen probleem, ik zou zeggen, eet smakelijk. 3 van jullie hebben geen prijs. Want we zijn 3 prijzen, 1, 2 en 3. En 4, 5 en 6 hebben we niet. Ik denk dat ze dan een frikadel wel speciaal krijgen, waarop. Ja, 4, 5 en 6 krijgen een frikadel speciaal. Zometeen af te halen in de zakbak. Mijn naam is Jannie Kastelein en ik ben bekend op dorp als juf Jannie. Okay. En u bent lerares geweest of bent u dat nog steeds? Ik ben het nog steeds. Dus u kent heel veel mensen in Driebruggen? Ja, precies. Heel veel. Ja. Wat heeft u daar in uw handen? Wat heeft u gekocht? Ik heb loodjes gekocht bij de World Servants kraam. En zo waarde ik had de prijs. U had een prijs gewonnen zelfs? Ja. Okay. En u ook, of niet? Ja, die had altijd prijs, dus dan hebben we altijd wel wat, hè? Kijk. En wat is het? Wat is er maar? Sorry? Wat is het? Een peperen munt. En voor mijn kleinzoon een waterpistool. Nou, en ik denk dat we die gaan gebruiken voor de ontbijtkoek. En heel koningsgezind van de koning. Dus helemaal blij mee. Heeft u vandaag nog meegedaan? Een spelletje of iets? Ja, vanmiddag zijn we bij boven geweest, de seniorenmiddag. En er was een quiz over oude foto's van dorpsfiguren. Nou, maar daar maakte ik nog niet zoveel van hoor. Nee? Ik had, terwijl ik hier toch al 40 jaar woon. En komt u ook wel eens bij het Huis van Alles of niet? Want dat is al pas geopend geloof ik. Ja, nee, het Huis van Alles is al een hele tijd toch? Eerst bij Anja, nu bij Anja. En binnenkort komt het hier in het dorpshuis. Ja, in het dorpshuis. Wel heel leuk, wel heel leuk, ja. Ja, ik kom wel eens om... boeken had ze ook. Ze heeft ook een boekenkast staan. En er zijn natuurlijk dames die aan het handwerken zijn. En ze doen wandelen elke donderdagmiddag. Dus ja, Huis van Alles is echt een verrijking voor het dorp. Leuk, leuk. Echt. Hey, en kent u ook iemand van de jongens die frikandellen eet? Ja, eens even kijken. Een jongen van het Veer zie ik op het hoekje zitten. En Pascal is de vader van Kane in de klas. En Mike is de vader van Zoe. En Edwin is een zoon van Aldi. En hoe heet die man ook alweer? Die man van Aldi? Jaap. Maar die jongen aan deze kant, die ken ik dan niet. Okay. En wie denkt u dat hij gaat winnen? Het leiden... Ja, Pascal doet zijn best, maar Mike heeft postuur, dus... We gaan het afwachten. Oké. Okay. Hallo jongens, even voor RTV Bodegraven. Hoe gaat het? Heel goed. En hoe heet jij? Mike. Oké, maar er liggen er nog genoeg, hè? Ja, maar
Maar de tijd is nog niet voorbij, dus nee. Komt goed. Hallo, hallo. En hoe gaat het met jou? Ja, goed. Je ziet wel een beetje wit. Hè? Je ziet wel een beetje wit. Wit? Ben ik vanzelf. Hier kan je niet overheen. We hebben nog anderhalve minuut. Pascal, Jetter, ja, ik ga voor een half uur. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maar. De eetwedstrijd is afgelopen. Nou nog 20 minuten wachten. Hi, ben jij de winnaar? Nog niet, bijna. Maar. Hoeveel heb je erop? 11,5. 20 minuten blijven zitten. Volgens mij is dat wel de meeste, toch? Wat zeg je? Dat zijn er wel de meeste. Ja, dat klopt. Ja. Maar we nog 20 minuten binnenhouden. Maar... Oh, je mag niet overgeven. Nee. Mag ik niet. En hoeveel heb jij er nou op? 9,5. Dat is ook veel. Ik krijg geen frikandel meer zien, denk ik. Even niet, nee. Voor vanavond niet. Nou moet je maar hopen dat hij het niet volhoudt. Hij heeft het wel verdiend, hè? Een applaus toch? Ja, ik weet niet. Niet normaal. Hij houdt het hij er 11 op. Hij houdt het wel vol, maar hij is een zwaar gewicht. Ik ben... Maar je bent wel ziek nu, of niet? Nee. Twee bier en niks even op. Hou je het binnen? Drinken. Ja, dat zat er wel. Bram is bezig om de kleine dam te staan. Dat is ook weer zonde. Dat is ook weer zonde. Nee, wij zijn de organisatie van de Zustertuin, de open dagcommissie zeg maar. Wij doen dit met acht mensen, doen we dit. Dus ik ben niet alleen, ik heb heel veel hulp. En ja, elk jaar organiseren we met Koningsdag dan de open dag. Ja, volgens mij hebben jullie ook heel hard gezocht naar mensen, hè? Want er was even sprake van dat het niet door zou gaan. Ja, klopt. We hebben aan het einde van vorig jaar hadden we zoiets van ja, we gaan dit niet redden. We hadden nog 2 kartrekkers. En ja, dat ga je niet redden. Zo'n feest organiseren met 2 man is geen doen. Dus we hebben een oproep geplaatst en daar zijn enthousiaste mensen op afgekomen die de Zustertuin een warm hart toedragen. En nou ja, dat blijkt wel, want het is een fantastisch feest uiteindelijk geworden. Ik zie ook bij de spelletjes heel veel jongeren staan. Hebben jullie ook een school benaderd of zo? Nou, over het algemeen hebben we ook maatschappelijke stages lopen. Die hier dan hun stage komen lopen. Maar we hebben ook scholen benaderd. Maar eigenlijk gaat dat zo mond op mond. En we bellen jongeren op en dan zeggen ze, ja hoor, ik kom helpen. Dus dat gaat heel spontaan en... soms wat moeizaam, want het is toch elk jaar weer moeilijk om vrijwilligers te vinden. Maar uiteindelijk lukt het ons wel weer altijd. Ja. Dus dat is hartstikke fijn. En gelukkig is het ook zonnig, hè, nu. Dus ja, dat is ook wel vrolijk. Ja, nee, absoluut. Want als we vorige week de voorspellingen zagen, had ik even een heel zwaar hoofd erin. Maar uiteindelijk dit weer. Nou, dit hadden we gisteren nog niet durven dromen, maar we zijn hier heel blij mee. Ja. Gezind, denk aan de glimlach van een kind. Ja, dat maakt je niet blij. Ja, dat maakt je weer vrolijk. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt ook voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Ben je niet gelukkig, heb je soms verdriet? Denk dan aan de zon en zing dit lied. Oh, laat de zon in je hart, ze schijnt ook voor. Nog even voor alle duidelijkheid, ik wil alle vrijwilligers echt ontzettend bedanken voor jullie hulp. Dankjewel. Maar even.